De meteorenzwerm de Liride passeert de aarde en dat leidt de komende nachten tot extra vallende sterren. Met name de nacht van vrijdag op zaterdag is het echt de moeite waard om te kijken. Er vallen dan zo'n 16 vallende sterren per uur. Een meteorenzwerm, zoals de Liride, bestaat uit stukjes ruimtesteen. En deze komen met een zeer hoge snelheid onze dampkring binnen. De gemiddelde snelheid is maar liefst 170.000 kilometer per uur. De beste kijkperiode is rond de opkomst van de maan, tussen 3:30 en 5:30 s'nachts. Zorg wel dat je voor 5:45 s'morgens kijkt, want dan begint het te schemeren en wordt het zicht dus steeds slechter. En goed nieuws, het weerbeeld is goed, weinig wolken, het is droog, dus het enige wat ik nog kan zeggen is, geniet ervan.